Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hele mooie sjaal maken. Ik heb deze wol besteld weer bij AliExpress. Of weer, ja. Ik kijk altijd maar net wat ik mooi vind en wat ik kan betalen. En ja, het is de Rainbow Line. Het zijn er 6. De prijs, ik weet het niet meer. Ik heb het al een tijdje in huis. Maar het voelt wel heel mooi zacht aan. En ik ga een sjaal maken, dus even zonder label zie je dit mooi, hoe mooi de kleur is. En hier heb je hem met meer met groen erin. En toch was dit één pakketje, dus nou ja, we gaan gewoon een sjaal maken. Het worden stokjes lossen en ingewikkeld wordt het niet, want ja, dat is altijd gewoon leuk. En dan gaan we beginnen en ik ga nog even een haaknaald uitzoeken, maar dan zie ik jullie zo weer terug. En ja, oh, eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Want ja, de abonnees gaan omhoog en de kijkcijfers, ja, een beetje raar. Maar ik wil gewoon alleen maar video's uitleggen of haken uitleggen. En ik vind door middel van de video's vind ik het ook echt heel leuk om te doen. En ja, ik ben ook dol op de wol en op de kleurtjes en op de haaksteken. En zo ja, leert ook iedereen van alles bij. Zelf ik ook, want ja, sommige dingen die ik maak worden weer met andere wol en andere haaknaalden gebruikt. Maar goed, ik ga even een haaknaald zoeken en dan zie ik jullie zo weer terug. Ik, ja, ik ben al begonnen zoals je ziet, maar ik zou een haaknaald uitzoeken. Ik heb haaknaald nummer 4 uitgekozen voor de Rainbow Line wol. En ik zal nog even verder zoeken of ik nog meer informatie kan vinden. Hier staat op 100% import wol. Ja, hij is van de AliExpress. En je hebt dus nodig haaknaald nummer 4, een centimeter en een schaartje. En ik ga meteen even meten, want ik heb ongeveer 65 steken opgezet. En hij is deelbaar door 6. En ik heb 25 centimeter. En dan zal ik even meten hoe ver ik heb gehaakt, want ik heb nu één bolletje gehaakt. Nog een keer meten. 24 centimeter bij 45 centimeter. Dus je haakt ongeveer 45 centimeter voor, ja, één bolletje. Maar er zitten, volgens mij zijn ze per 6 verpakt. Het is echt een leuke regenboogkleur, kijk hoe mooi dat die steek wordt. En hij is echt lazy, makkelijk. Het is ja, stokjes lossen en stokjes en weer lossen. Maar ik ga het heel rustig uitleggen en op het eind van de video heb ik nog een verrassing. Ik heb namelijk van mezelf een label. Ja, dit is niet van mezelf, maar ik zal straks het e-mailadres hieronder de video zetten, zodat je zelf de labels kan bestellen. En ik ga op Facebook een giveaway doen, zodat je die labels kan winnen. Maar we gaan nu eerst deze leuke mystery scarf maken. Een echte, makkelijke sjaal. Hij is echt, ja, ik vind hem gewoon heel mooi. En omdat ik nu toch met één bolletje klaar ben, begin ik dus met een nieuw bolletje. En de steek is deelbaar door 6. Dus je kan, ja, ik heb hier 65 steken opgezet, maar het is eerlijk, het is deelbaar door 6, dus het is 60. En we beginnen nu dus... 60 plus 4, 64 steken. Dat moet je opzetten, wil je aan deze afmeting komen. 64 steken en dan even lossen. Nou.
zoals je een losse doet. Ik leg even de sjaal weg, want dan kan je het toch beter zien. Een, twee, drie, vier, vijf, zes. Kijk, omdat die deelbaar is door 6 die steek, doe je elke keer 6, 6, 6 en dat doe je dan 10 keer. Dus dit was de eerste keer, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is de tweede keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan zie ik je terug bij 60. En dan zetten we de 4 nog op voor de opzet lossen. Voor opzetstokje. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En als je aan 60 plus 4 bent, 64, dan zie ik je weer terug. En als je op het einde bent van die 6 keer, 10 keer 6, dan doe je nog 4 lossen bij. En dat is je opzetstokje. 1, 2, 3, 4. Dan begin je hier in die vierde een stokje te zetten. Dat is je eerste steek. Dan gaan we er 1, 2, 3, 4, 5 overslaan en in de zesde, daar gaan we weer een steek in zetten. En nu moeten we 4 stokjes in diezelfde steek hebben, dus we zetten er nog 3 bij. Dus de derde. En dit is de vierde. Dan gaan we 2 lossen doen. Dus je zet 4 stokjes in 1 steek en dan doe je 2 lossen. Dan ga je in de volgende steek, meteen daarna, ga je weer 1 stokje doen. Dan ga je weer 2 lossen en dan sla je er weer 5 over. 1, 2, 3, 4, 5 en in de zesde. Daar ga je weer nog 3 stokjes bij doen in dezelfde steek, dus 4 stokjes in dezelfde steek. Dan weer 2 lossen en dan weer 1 stokje in de volgende steek. Dan weer 2 lossen. Die mag je niet vergeten. Dan ga je weer 1, 2, 3, 4, 5 overslaan. En in de zesde, daar steek je weer in. En dan ga je weer 4 stokjes in 1 steek steken. Dan 2 lossen en dan in die volgende steek weer 1 stokje. Dan weer 2 lossen en dan weer sla je weer 1, 5 over. 1, 2, 3, 4, 5 en in de zesde, daar zet je weer 4 stokjes in. Dan weer 2 lossen. Dan in die volgende steek weer 1 stokje. Ga ik te snel? Je kan de video ook altijd langzamer zetten. En je kan ook de ondertiteling aanzetten. Kijk, hierboven zijn 3 puntjes en daar kan je de ondertiteling aanzetten. En zo maak je de hele toer af en op het einde zie ik je weer terug.
En we zijn nu op het einde van de toer en ik zal het einde nu uitleggen. Kijk, ik kom hier op 1, 2, 3, 4, 5, 6, zou ik hierin moeten steken. Maar ik heb er hier dan nog de twee laatste, die laatste, één na laatste, daar maak je die vier stokjes in. Dan doe je weer twee losse en dan doe je weer één stokje in de volgende steek en dat is dan je laatste steek. Dan ga je weer omhoog met vier losse en dan keer je weer een keer. Dan moet het er zo uit komen te zien. Na elke toer moet je gewoon even kijken of je overal netjes twee lossen tussen gedaan hebt, maar als je eenmaal gewend bent aan deze steek, ja, dan is het gewoon razendsnel stokjes maken, want je hoeft dadelijk, ja, dadelijk zie je het wel, je steekt in die grote lus elke keer in, dus je hoeft niet echt steken te pakken. Dus de eerste steek in de tweede toer steek je in die grote in. Dit is altijd de beginsteek. Dan weer twee lossen en dan sla je dit helemaal over totdat je in deze opening bent en daar ga je in. Dat lijkt in het begin raar, maar daar ga je vier stokjes in zetten in die grote opening. Daar zet je de vier in, 2, 3, even opnieuw, 4. Dan maak je weer twee lossen en dan ga je hier weer in die grote opening, zet je er nog één in, nog één stokje en dan ga je weer twee lossen en dan ga je naar die volgende grote opening, deze opening. Daar ga je weer vier stokjes in zetten. Dan weer twee lossen en dan weer een stokje in die grote opening. Dan weer twee lossen en dan weer. Sla je weer alles over en dan ga je weer alleen maar naar die grote openingen werken en daar ga je weer vier stokjes in zetten. Even gaat pakken. Oh, het doosje gaat opzij. Vond ik zo schattig. Dan twee lossen. 1, 2. Dan weer in diezelfde opening. Weer een stokje. Dan weer twee lossen. 1, 2. En dan sla je dit weer helemaal over totdat je in die grote opening bent en daar zet je weer een stokje en dan worden weer in totaal vier stokjes, 2, 3, 4, dan weer twee lossen, dan weer één stokje in diezelfde opening en dan weer twee lossen. En dan zijn we hier op het eind. Ja, ik heb een iets smallere das natuurlijk gemaakt, maar dan zijn we op het einde hier van de laatste of van het, ja, van de eerste toer. Daar gaan we die opening even zoeken. Hierin, hier gaan we weer vier stokjes zetten. Op het laatst is dat elke toer hetzelfde. Op het einde altijd vier stokjes, 2. Oh, ik ga te snel.
3, 4, dan 2 lossen en dan weer een stokje. En dit is de steek, maar ik ga nog even iets rustiger uitleggen hoor. Dan gaan we nu 4 lossen omhoog, 1, 2, 3, 4, je keert het werk. Sla je weer om, je steekt in die grote opening, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Dit is 1 stokje, dan weer omslaan, even kijken, doe ik het goed? Ja, dan, sorry hoor, dit is de heengaande toer, dus dan hoef je hier maar 1 stokje in te doen, dus de heengaande toer, 1 stokje, hier begin je altijd mee. En je eindigt, ja dat zal ik dadelijk vertellen, dus je begint met 1 stokje in de grote opening, dan ga je meteen door naar die grote opening, daar zet je weer 4 stokjes in, dan ga je met 2 lossen en dan zet je weer 1 stokje in diezelfde opening, dus je begint de toer altijd hier met ja op het einde hier 4 lossen, dan keer je het werk en dan zet je 1 stokje in het begin in en dan vervolg je nou weer 2 lossen, dan vervolg je gewoon het patroon iedere keer 4 stokjes. Twee lossen en weer een stokje in dezelfde opening en dan ook weer 2 lossen, dan ga je weer verder in deze opening, even goed kijken dat je goed insteekt en anders rek je het gewoon een beetje open, hè? Dat maakt niet uit met de haken, eerst omslaan, dan weer 4 stokjes, 1 2 3 4 2 lossen en weer omslaan en weer in diezelfde opening, dus ja weer een stokje, dan weer 2 lossen, je ziet hoe makkelijk dat deze steek gaat en hoe leuk dat het met deze wol is hoor, dat moet ik zeggen, het is ik zal nog even het voorbeeldje erbij pakken, kijk dit is het voorbeeld, ja toch fantastisch hoe mooi dat dit ja verspringt, zeg maar die stokjes zo en die stokjes zo, en het is zo'n makkelijk patroon en ik noem deze sjaal de mystery scarf, gewoon omdat Engels toch ook wel heel veel gevraagd wordt en ik doe mijn video's ondertitelen en dan kan je ook ja door die 3 puntjes hier aan te klikken en dan zie je de subtitles, dus de ondertiteling en dan doe ik hem in het Nederlands en daarna zet ik het op automatisch vertalen en dat is wel handig, want ja je kijkt natuurlijk steeds meer ook naar andere video's, even kijken of ik nou 1 2 3 4 2 lossen en 1 stokje en weer 2 lossen heb gedaan. En dan ben ik alweer bij de laatste en dat is belangrijk, kijk die laatste die trek je een beetje zo uit dat je inderdaad hier die 4 lossen en een stokje hebt, dan ga je weer omslaan en in de laatste zet je wel die 4 stokjes gewoon in die opening, dus op het einde van de toer is altijd de 4 stokjes, 2 lossen en nog 1 stokje in diezelfde opening en dan ga je weer met 4 lossen omhoog en dan keer je het werk,
Ik ga zo nog even verder haken met jullie, maar ik ga ook eventjes iets pakken wat ik van mezelf heb gekregen. Ben ik zo bij jullie terug. Ik heb nu net een envelop opengemaakt van mezelf en er zit een leuk kaartje bij. Hallo Monique, veel plezier met deze leukerts. We bellen Joyce. Kijk, en dit is van, dit zijn labels van mezelf. MEZ11. Nou, ik ben van de oude stempel, dus ik vond het een beetje, hoe lees je dit? Maar het zijn labels van mezelf. Maar hieronder zet ik nog even de link, zodat je meteen doorgaat naar, naar de website. En ik ga het even openmaken. Even het zakje leeg schudden. Dit is een label voor aan een dikkere deken. Die kan je winnen, maar ik ga dit op Facebook uitleggen hoe dat je deze kan winnen. Ach, en deze met een kusje erop. Ja. Ja, ze verzint het wel leuk. Oh, voor een jongen. Kijk of er in een hartje. Handmade with love. Ja, het zijn hele mooie leren labels. Oh, deze is mooi voor aan de sjaal, vind ik. Echt een beetje klein. Er staat een klein uiltje op. Weer made with love. En hier zit een strikje op. Ja, ik vind deze wel heel schattig. Maar deze is ook heel mooi. Ik heb pas een deken gemaakt. Vaste paarsgewijs. Ik zal de link van dit label ook daaronder zetten. Dan kunnen jullie het bestellen. En dan gaan we weer verder met haken. Want daar zijn we in ieder geval mee bezig. Oh. Daar ging de camera bijna. We zijn begonnen hier weer bij het begin. Met één stokje hierin. Dus dat is alleen één stokje. Twee lossen. En dan ga je weer naar de volgende opening. Ja, en dit weet je. Je moet echt wel goed de opening pakken. Niet een steek. Echt de opening. Dit weet je. Dit gaat gewoon vier stokjes. En twee lossen en weer een stokje in dezelfde opening, twee lossen en weer in de volgende opening vier stokjes. Pluisje gaat eraf. En twee lossen en weer een stokje, twee lossen en je gaat weer naar de volgende opening. Ik pak hem nog even erbij zodat je nog een keer ziet hoe het resultaat is. Dan zet ik dit even weg. Ja, het resultaat is gewoon een prachtige das. Maar je kan hier natuurlijk van alles mee maken. Hè? Als je dus een andere afmeting wil, of een truitje, of een kussensloopje, of ja, een puntsjaal ga ik er nog ook een keer van maken. Maar dit is dus ja, de Mystery Scarf. En vind je deze video nou leuk? Graag duimpjes omhoog. En abonneer hier op de knop.